Zodra ik de spelregels heb uitgelegd, gaan de papiertjes rond. We hebben het in multiple choice vragen gedaan, want het is best pittig. Ik stel ook voor dat zodra iedereen een eitje heeft, dan pas gaan proeven. En proef ook echt, want het is niet makkelijk. Wel lekker. Is de boeberang is dit? We hebben vandaag 8 eitjes. We zaten zo kijk. Oh, tot de pauze en daarna weer meer eitjes. 16 eitjes. Oh, lekker. Heb jij niet naar het verhaal van Ria geluisterd? Ja, half. Ja, inderdaad. Tot de actie, tot de pauze. Ja, dat bedoel ik. Ik ben versteld, hoe ik hier versteld geraakt ben, is het als volgt. Ik heb het lokale krantje gelezen en daar stond het in. En toen dacht ik, ja, waarom niet, hè? Ja, waarom niet? En wat was tot nu toe jouw lekkerste chocolade-ei? Nummer 6 was mijn lekkerste chocolade. Ja. En maar nummer 6 heeft toch ook wel een smaak? Ja, maar dat mag ik niet verklappen, hè? Want de rest moet allemaal nog geheim blijven, dus. Oké, jij gaat voor de winst. Tuurlijk, anders zit ik hier niet. Als je nog wat water wilt, is gratis verkrijgbaar bij de mevrouw bij de bril. Hoe is het vanmiddag hier bij deze chocoladeproeverij? Ja, gezellig. Ik zit hier aan tafel met mensen die ik niet ken. Maar het is heel gezellig hier. En lekker. En lekker. Wat heb je zoal geproefd? Nou, die wat we net hadden, denk ik dat het mint is. Die vind ik wel heel lekker. We hadden er ook eentje met... moesten we kiezen tussen karamel, karamelzeezout en espresso karamel. Maar ik heb geen idee welke het nou precies is. Ik hoop dat ik de goede heb, maar ik weet niet zeker. Maar je gaat er nog even voor. Jazeker, uiteraard. Het is lekker. Je bent een echte chocoladeliefhebber? Bij ons is thuis eigenlijk een motto, een dag geen chocola is een dag niet geleefd. Dus vandaar ook hier natuurlijk. Ja. Succes nog vanmiddag. Dank je. Op de dag stond hij in de buurt van een grote machine die microgolven uitzond en merkte dat de chocoladereep in zijn broekzak daar spontaan van smolt. Een kwartje viel spontaan. Die microgolven konden simpel en snel eten verwarmen. Op basis van dit principe bouwde Spence de eerste magnetron. Deze chocoladeproeverij. Ik vind het enig. Ik vooral als ik die kinderen om me heen zie, ja, vind ik leuk. Hartstikke leuk. En geniet u van chocola? Ja, heel erg. Ja, ja. U bent een echte chocoladeeter? Nou, dat nou niet direct hoor, maar op zijn tijd vind ik het wel lekker. Ja. Wat was tot nu toe het lekkerste chocolaatje dat u kon proeven? Goed, we gaan starten met het 7e eitje. Nou, doe maar de zuurstok. Ik zet hem maar in die zuurstok. Een zuurstok? Oh, dat is herinnering aan vroeger, hè? Ja, daarom heb ik het echt onthouden. En ja, dat is mijn antwoord. En dan komt nu de prijs voor Edwin. En die is voor jou. Van harte gefeliciteerd allemaal. En ik hoop dat jullie een leuke middag hebben gehad. Goed zo, fijn. En ik hoop voor iedereen dat het een leuke middag is geweest. En wie weet, tot een volgende keer.